Dit is de bioloog Nico Tinbergen. Een vooraanstaande figuur in de gedragsbiologie. In 1988 is hij overleden. En hier is hij. Op dit moment zien we hem in actie in zijn natuurlijke habitat. Hij is bezig met zijn belangrijkste dagbesteding, namelijk het verzamelen van informatie over de zilvermeeuw. Hij is aangekomen bij de meeuwkolonie in deze duinkamp. Hij is op jacht. Op jacht naar informatie om het gedrag van meeuwen beter te kunnen duiden. Hiervoor neemt hij pasgeboren meeuwenkuikens mee naar zijn veldlaboratorium. Die kreet hij geen haar. In 1947 voerde Nico Tinbergen zijn belangrijkste onderzoek uit. Hiervoor ontving hij de Nobelprijs voor de fysiologie of geneeskunde. Hij onderzocht het sociale gedrag van dieren, in het bijzonder hoe jonge vogels gefixeerd raken op hun moeder. Hoe deze fixatie voortkomt uit prikkels in combinatie met instinct. Prikkel en instinct. Een extreme vorm van deze prikkel noemde hij de supernormale prikkel.
ga niet het hele experiment doen. We gaan gewoon even sneller. Nico Tinbergen was hier maanden mee bezig. Ik denk dat het zo interessant is om hier maanden naar te zitten kijken. Dus goed, we gaan er wat sneller doorheen. Dus, jullie snappen het al, toch? Enzovoort, enzovoort. Hila zit ook te wachten. Dus we springen even in de tijd. Tinbergen, dat was een balans. Tinbergen, die probeerde van alles. Dus ging steeds verder. Kregen blauwe snavels, groene snavels, oranje snavels, zwarte stippen, witte stippen. En het werd steeds contrastrijker, steeds puntiger, steeds abstracter, steeds verschillende vormen. En toen, opeens, daar was die. De supernormale prikkel. Tadaa. En ja, kijk, het is geen supernormale prikkel voor mij, maar een supernormale prikkel voor het kuiken, hè? Ja. De definitie van een supernormale prikkel is dat wat het instinct sterker prikkelt dan zijn natuurlijke variant. Dus, bijvoorbeeld even terug naar de normale wereld. De moeder met de stip komt bij het kuiken aan. De kuiker, die reageert op de stip van de moeder door er tegenaan te tikken. En de moeder die braakt dan vervolgens voedsel op voor het kuiken. Dit is een supernormale versie van de moeder. Deze levert niets op, geen voedsel, niks. En toch, als ik de stok zou houden voor het kuikentje en de moeder, zal dit kuiken altijd kiezen voor de supernormale prikkel. Voor deze stok, de supernormale variant. Nou, als we dan vervolgens bij mensen gaan kijken, dan zien we het volgende. Los. Zien we het volgende, dan zien we dat we bijvoorbeeld lipstift. Even een voorbeeld geven. Lipstift is een supernormale variant. Extreem bebloede lippen, dat is supernormale lippen. Bijvoorbeeld borsten. Borsten is als ze uitvergroot zijn, zijn ook supernormale borsten. Bijvoorbeeld, hè? Ja, zo, het lijkt van ontzettend af. Of nummer. Nee, nummer. Auto's zijn niet normaal. Auto's zijn niet natuurlijk. Nee. Nee, ik bedoel, wat ik bedoel is een teddybeer bijvoorbeeld. Een teddybeer is ook een supernormale variant als hij een extreem groot hoofd heeft. Van die grote ogen. Oh, schattig, schattig. Ja, dat ken ik niet meer. Of Facebook, een supernormale variant Facebook van het sociale leven wat je kan hebben. Oh, excuus. Los! Los! Bijvoorbeeld dat banaantje wat jullie net hebben gehad. Weet je wel? Dat banaantje is een supernormale variant van een supernormale variant van de normale banaan. Oké. Stel dat meeuwen aan kunst zouden doen. Dan zou dit Picasso voor ze zijn? Of Mondriaan? Even vast de handen. Beetje omhoog. Nou, dit zouden ze gewoon inlijsten. Zouden ze ophangen. Zouden we God niet weten waarom. Dank u wel. Dat was nog eens een spetterend begin van de avond. Ik hoop dat het zo verder gaat. Voor ik de eerste spreker aan u introduceer, leg ik nog even het programma van de avond uit en stel ik ook mezelf even voor. Namens Cowboy bij Nacht, de theatergroep die u zojuist gezien heeft, en het Soeterbeek-programma. Van harte welkom, mijn naam is Lisbeth Jansen, ik ben programmamaker. Het programma dus. Het theaterstuk heeft u inmiddels gezien. Dadelijk houdt Tila Pronk een lezing van ongeveer 30 minuten. Daarna is er een discussie met René ten Bos, iemand van Cowboy by Night, Cowboy by Nacht.
en Tila Vronk, waarin ook u uw vragen kunt stellen. En dan zijn we even voor 10, want we zijn iets uitgelopen, zijn we klaar. Tila Vronk, ze zit hier vooraan. Zij studeerde sociale psychologie aan de VU in Amsterdam. Vervolgens promoveerde ze hier aan deze universiteit en nu is ze weer terug aan de VU. Ze is haar hele leven al gebiologeerd, mag je misschien zeggen, door de liefde. En recentelijk is haar boek Hartstocht, de psychologie van de liefde, verschenen. Hartelijk welkom. Hallo allemaal, mijn naam is Tila Vronk en ik wil jullie allemaal van harte welkom heten. Ik vind het heel erg leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik ga jullie vandaag iets vertellen over aantrekkingskracht, over de liefde. En ik ga het proberen te relateren aan het experiment van Tinbergen, wat we net hebben gezien. Hoe zit dat eigenlijk met die supernormale prikkel bij mensen? Dus we hebben al net een paar voorbeelden gehoord over lipstift en uitvergrote borsten. Maar hoe gevoelig zijn wij er eigenlijk voor? En kun je nog wel vertrouwen op je instinct met al die kunstmatige, uitvergrote aantrekkelijkheid? Nou, wat ga ik vandaag met jullie bespreken? Ik ga het dus hebben over aantrekkingskracht. En voordat ik in kan gaan op die supernormale prikkel, is het heel erg belangrijk om te weten, wat vinden we eigenlijk aantrekkelijk? Wat zijn de wetten van aantrekkingskracht? Wanneer worden wij aangetrokken door iemand? En dan daarbij, hoe belangrijk is uiterlijk of aantrekkingskracht dan eigenlijk? En ik ga hierbij natuurlijk vooral inzoomen op relaties. Dus hoe belangrijk is aantrekkingskracht, fysieke aantrekkelijkheid in relaties? En als we dat hebben behandeld, ga ik over op die supernormale prikkel. Op welke manier maken wij gebruik van supernormale prikkels? Hoe vergroten wij onze aantrekkingskracht? En dan tot slot natuurlijk misschien wel de belangrijkste vraag van vanavond. Hoe gevoelig zijn mensen voor die supernormale prikkels? Verkiezen wij uiteindelijk ook iets kunstmatigs zoals zo'n stok, wat uiteindelijk helemaal niks meer te maken heeft met de werkelijkheid, boven het echte? Nou, allereerst gaan we het dus hebben over aantrekkingskracht. Wat vinden we aantrekkelijk? En als je mensen vraagt, wat vind jij aantrekkelijk? Of denk je dat jij dezelfde smaak hebt als andere mensen? Hoor je heel vaak dat mensen zeggen, nee, ik heb een heel andere smaak. Ik val niet zomaar op dat en dat, ik val namelijk op dat. Mensen hebben heel sterk het idee en misschien voelt dat voor ons lekker om te denken dat wij heel uniek zijn en dat de smaken dus verschillen. Maar in werkelijkheid valt het best wel tegen. Het blijkt namelijk dat wat wij aantrekkelijk vinden, voornamelijk een aantrekkelijk gezicht, dat is heel erg universeel bepaald. Dus dat vinden we eigenlijk, iedereen in dezelfde culturen over de hele wereld vinden dezelfde dingen aantrekkelijk. Dus ook bijvoorbeeld stammen in Afrika die nog nooit in contact zijn gekomen met westerse media, dus die geen schoonheidsideaal opgelegd hebben gekregen. Ook die zien zeg maar van blanke mensen wie aantrekkelijk is en wie niet. En ook als wij plaatjes zien van bijvoorbeeld Aziatische mensen of mensen of Afrikaanse mensen waar wij weinig ervaring mee hebben, die wij niet zo goed kennen, dan kunnen wij alsnog onderscheiden wie waarschijnlijk in die cultuur aantrekkelijk wordt gevonden en wie niet. Dus het is eigenlijk heel erg universeel. Dus wat aantrekkelijk wordt gevonden. En daarbij, buiten dat iedereen er ongeveer toch wel hetzelfde over denkt, lijkt het ook in ieder geval deels aangeboren te zijn. Het bleek namelijk dat uit een experiment met pasgeboren baby's, echt van een paar dagen oud, als die op een schoot werden gezet voor een computerscherm, en op het computerscherm werden twee gezichten vertoond. Eén gezicht was aantrekkelijk en één gezicht was minder aantrekkelijk. Dan richten ze automatisch hun aandacht, hun blik op het aantrekkelijke gezicht. Baby's van nog maar een paar dagen oud, die dus helemaal geen bewustzijn hebben of besef van ja, wat aantrekkelijk wordt gevonden door mensen in het algemeen. Dus het lijkt een heel erg instinctief gedrag te zijn. Wij weten automatisch, evolutionair misschien, wat aantrekkelijk is. Nou, en wat is dan precies aantrekkelijk? Wie is er dan aantrekkelijk? Nou, als je er bijvoorbeeld een computerprogramma op los wordt gelaten, en dat wordt vandaag de dag vaak gedaan, dit is een variant, een vrouwelijk gezicht, wat uit een computerprogramma is gespuugd, zeg maar, wat voldoet aan heel veel wetten van aantrekkingskracht. Dit is een aantrekkelijk gezicht. Het bestaat niet, het gezicht, maar het is een gezicht wat dus door een computer gemaakt is en dat dus aantrekkelijk is. Dit is de variant van een man. En om even te vergelijken, dit is dan een onaantrekkelijk gezicht van een vrouw, en dit is een onaantrekkelijk gezicht van een man. Nu moet ik zeggen, ik vind deze man best wel meevallen. Mijn naam is super aantrekkelijk. Maar je moet je wel bedenken dat deze gezichten voldoen aan wel allemaal andere eisen. Ze worden als het ware gestandaardiseerd. Dus ze kunnen niet heel erg extreem zijn. Je kan bijvoorbeeld mensen die wij niet zo knap vinden, hebben vaak ook een hele slechte huid. Of die hebben hele rare dingen in het gezicht. Dat gebeurt hierbij niet door de programma. Nou goed, het is verder niet zo heel erg belangrijk. Maar het gaat erom, dit zijn dus gezichten
die voldoen aan wetten, deze voldoen dus niet aan wetten van aantrekkingskracht. Maar wat zijn die wetten nou precies? Nou, er zijn er eigenlijk drie belangrijkste. Die ga ik één voor één met jullie doorlopen. De eerste wet is gemiddeldheid. De tweede is symmetrie. En de laatste is vrouwelijkheid / mannelijkheid. Nou, ik ga er één voor één doorheen. Als je denkt, nou, wat bedoel je daar precies mee? Dat is geen probleem. De eerste is misschien wel meteen de meest opvallende. Gemiddeldheid. Nou, en voordat ik uitleg waarom dit nou aantrekkelijk is, waarom gemiddeld gezicht aantrekkelijk is, eerst even een klein beetje achtergrond. Want hoe kwam deze wet nou tot stand? Of hoe is dit nou ontdekt dat een gemiddeld gezicht aantrekkelijk is? Nou, dat is ontdekt door deze man. Dit is Sir Francis Galton. Dat was een neefje van Charles Darwin. Rond 1700 had hij zichzelf als taak gesteld om de criminaliteit in de wereld uit te bannen. En hij had daarbij iets bedacht. Hij dacht namelijk, als ik nou op zoek ga naar het stereotype criminele gezicht, dan weet ik dus, en ik heb dat gezicht, ik weet gewoon hoe criminelen eruit zien, dan kan ik gewoon mensen bij voorbaat selecteren van jij hebt een crimineel gezicht, dan sluiten we die alvast op. Zijn we daar alvast op? Nou ja, je begrijpt, dat het een vrij controversieel idee, want je kan natuurlijk niet met voorbaat mensen uit de maatschappij filteren, maar dat was wel zijn idee. En hij ging dat toch testen. Hij ging kijken of hij een typisch crimineel gezicht kon ontdekken. En hij deed dat door de allerzwaarste, allerernstigste criminelen van de wereld daar foto's van te verzamelen en die op transparante velletjes te drukken. En hij dacht, als ik al die velletjes nou over elkaar heen leg, dan ontstaat er uiteindelijk een gezicht. En dat gezicht is het typische criminele gezicht. Nou, hij mislukte jammerlijk in deze poging, want het lukte hem helemaal niet om een crimineel gezicht te identificeren. Dat kan namelijk ook helemaal niet. Maar wat hem wel opviel, wat in zijn notities stond, was, wat hem opviel dat hoe meer gezichten, hoe meer van die velletjes die over elkaar heen legden, hoe aantrekkelijker dat gezicht werd. Hij snapte dat eigenlijk niet. Hij dacht, hoezo wordt het gezicht, ik vind geen crimineel, maar ik vind een hele knappe man. Dit snap ik niet. Nou, later heeft dit experiment min of meer herhaald door Amerikaanse onderzoekers. En zij gingen ook kijken van, kunnen we nou, wat gebeurt er als je het gemiddelde neemt van verschillende gezichten? En inmiddels kon dat iets geavanceerder met computerprogramma's. En inmiddels kan dat dan helemaal vrij makkelijk zijn. Er gewoon programma's voor waarbij je gezichten samen kan voegen. En zij gingen kijken wat er gebeurt als je heel veel gezichten met elkaar combineert. Hier zie je een voorbeeld van twee gezichten die met elkaar zijn gecombineerd. En ik denk dat we de meeste mensen wel over eens zullen zijn dat dit laatste, dit derde gezicht, het meest aantrekkelijke is van de drie. Nou, je moet je voorstellen dat hoe meer gezichten je combineert, hoe aantrekkelijker een gezicht wordt. Nou, de reden hiervoor is dat in zo'n gemiddeld gezicht zitten eigenlijk helemaal geen rare dingen. Ik bedoel, iedereen heeft wel iets, misschien iets raars in zijn gezicht. Een beetje te grote neus, of een beetje ogen die een beetje te ver uit elkaar zijn, of juist te dicht bij elkaar. Nou, als je dat allemaal combineert, krijg je dus een gezicht met de perfecte afmetingen. Met allemaal onderdelen die precies groot genoeg zijn. Precies hoe wij het eigenlijk graag zien. Dus dat maakt een gezicht dan aantrekkelijk. Het voelt ook heel bekend aan. Als een gezicht gemiddeld is, dit gezicht voelt bijna alsof je het al eens eerder hebt gezien. Terwijl het niet bestaat, dus je kan het niet eerder hebben gezien. Nou, dit is dus de eerste wet van aantrekkelijkheid. De tweede wet is een wet die daar eigenlijk heel erg mee verbonden is. Dat is symmetrie. Symmetrie wil zeggen dat als je een spiegel hier in het midden van je gezicht zou zetten, dat dan de linkerkant precies hetzelfde is als de rechterkant. Het is een beetje hetzelfde idee als met die gemiddeldheid. Dan is er gewoon een soort van gelijkheid in een gezicht, dat vinden we prettig. Nou, hier zie je voorbeelden van bekendheden die bewerkt zijn. Dit zijn niet de echte foto's van deze mensen, maar deze zijn symmetrisch gemaakt. Nou, voor sommige mensen valt het niet per se heel voordelig uit, bijvoorbeeld hier voor Drew Barrymore. Maar je ziet bij Uma Thurman bijvoorbeeld, dat is bijna niet te onderscheiden van haar echte foto. Zij heeft dus van nature een heel erg symmetrisch gezicht. En dat is een van de redenen waarom veel mensen haar aantrekkelijk zullen vinden. Nou, de laatste wet van aantrekkelijkheid, dat is degene waar we eigenlijk het meest op gaan inzoomen vandaag. Die het meest verband houdt met de supernormale prikkel. En dat is, we vinden gezicht aantrekkelijk als we heel duidelijk kunnen zien tot welk geslacht het gezicht behoort. Dus als je een vrouw bent, ben je aantrekkelijk als het heel duidelijk is dat je een vrouw bent. Dat je een heel vrouwelijk gezicht. Dus dat je niet hoeft te denken, ik weet het niet, hij of zij kan allebei. Dat vinden we niet leuk, we vinden het mooi als iemand heel duidelijk een vrouwelijk gezicht. Nou, maar wat is nou een vrouwelijk gezicht? Nou, een vrouwelijk gezicht, dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat is een gezicht waar eigenlijk kinderlijke trekken in zitten. Kinderlijke trekken wil zeggen relatief grote ogen, een smalle neus, volle lippen en hoog voorhoofd.
Kinderen hebben relatief gezien deze kenmerken in het gezicht en in een vrouw worden deze eigenschappen mooi gevonden. De reden hiervoor is dat als iemand een relatief kinderlijk gezicht heeft, ziet ze er jong uit en jong is vruchtbaar. Dus we vinden een vrouw mooi als ze vruchtbaarheid uitstraalt. En dat krijg je dus als je enigszins een babyface hebt. Nou, zit er wel een klein addertje onder het gras, of we moeten het wel een beetje nuanceren. Als iemand er echt heel jong uitziet, dat vinden we ook weer niet mooi. Er moeten wel bepaalde kenmerken in zitten waardoor je wel ziet dat iemand volwassen is. Dus bijvoorbeeld een uitgesproken kaaklijn of uitgesproken jukbeenderen, dat wordt ook heel erg op prijs gesteld. Maar dat in combinatie met die kinderlijke trekken, nou, dan heb je echt de jackpot. En er is één iemand die helemaal voldoet aan deze beschrijving. Misschien heeft iemand een idee? Heel goed. Deze vrouw, Angelina Jolie, een Amerikaanse actrice, meerdere malen uitgeroepen tot mooiste, meest sexy vrouw van de wereld. En zij heeft echt het prototype vrouwelijke gezicht. Je hoeft geen seconde te twijfelen of het een man of een vrouw is. Nou, dat vinden we dus aantrekkelijk. Nou, we hebben tot nu toe vooral gehad over het gezicht. En het gezicht is ook heel erg de allerbelangrijkste in aantrekkingskracht. We kijken als eerste naar het gezicht. Maar het lichaam valt natuurlijk ook niet te onderschatten. Wat vinden we nou aantrekkelijk in een vrouwelijk lichaam? Nou, heel veel vrouwen zijn bezig met de lijn en die willen een beetje afslaan, kunnen dun zijn. En ze denken dat ze daardoor aantrekkelijker worden. Nou, tot op zekere hoogte is dat ook wel zo. Maar het geldt eigenlijk alleen als je van nature wat zwaar bent. Het schijnt namelijk zo te zijn dat mannen, voornamelijk mannen, vinden vrouwen het meest aantrekkelijk als ze gewoon een gemiddeld gewicht hebben. Dus niet te dun, niet te dik, maar gewoon normaal. Dus als je zorgt dat je gewoon in die gemiddelde range bent, dan zit je gewoon goed. Hoef je verder niks aan te doen. Het enige wat belangrijk is bij een vrouwenlichaam is de vorm. De vorm is het enige wat belangrijk is. En wat is nou een aantrekkelijke vorm van een lichaam? Nou, dat is als je lichaam zeg maar een beetje zo loopt. Een cola flesje. Kan je voorstellen. Dus die vorm, dat vinden we aantrekkelijk, vooral mannen. Nou, en die vorm is ideaal als de middel tot heupverhouding 0,7 is. Zijn het nou vrouwen die daar heel erg in geïnteresseerd zijn van, zit ik nou goed of niet? Nou, als je het wil weten, omtrek van je middel, hier, deel je door de omtrek van je heupen, en dan krijg je een percentage uit. En als die rond de 0,7 zit, dan heb je echt een heel goed lijf. Onafhankelijk van je gewicht. Nou, voorbeeldje, dit is een vrouw met een middel tot heupverhouding van 0,7. En dit is dezelfde vrouw bewerkt met een middel tot heupverhouding van 0,9. Nou, deze vrouw vinden wij dan in de regel wordt die aantrekkelijk gevonden. En hoe zit het eigenlijk bij mannen? Is bij mannen aantrekkelijkheid niet belangrijk? Nou, zeker wel. Bij mannen is aantrekkingskracht minstens zo belangrijk als bij vrouwen, vind ik zelf. De eerste twee regels dus van die gemiddeldheid en symmetrie geldt ook voor mannen. Dus daar hoef je niks verder van te onthouden. Alleen die laatste is wel grappig. Mannelijkheid. Is het heel erg belangrijk dat een man er mannelijk uitziet? En wanneer ziet een man eigenlijk mannelijk uit? Nou, een mannelijk gezicht heeft een brede kaaklijn, forse wenkbrauwen en min of meer vierkante kin. Dit is een man die een mannelijk gezicht heeft. En waarom is dit nou zo mannelijk? Nou, mannen die veel testosteron van nature hebben vaak dit soort kenmerken in hun gezicht. En dat vinden vrouwen leuk, maar niet altijd. Vrouwen vinden het namelijk heel fijn om naar deze man te kijken op één moment in de maand. Namelijk als ze vruchtbaar zijn. Op het moment dat wij vruchtbaar zijn, dan vinden deze man onweerstaanbaar. De reden hiervoor is dus dat hij testosteron uitstraalt. En mannen die veel testosteron hebben vaak van nature een betere kwaliteit sperma. Dus zo gek zijn we nog niet. Op het moment dat het ertoe doet, dan vinden we dit soort mannen leuk. En op het moment dat je niet vruchtbaar bent, dan willen we gewoon zo'n lieve man die goed voor je zorgt. Dus ze geven niet altijd de voorkeur aan testosteron dronken. Maar goed, als je dus zo'n man hebt thuis op zitten, nou, dat is fantastisch. Maar goed, hij moet wel gaan oppassen als je vruchtbaar bent, want het kan zomaar zijn dat je toch met de bovenste vandoor gaat. Nou, hoe zit het bij mannen met hun lichaam? Nou, mannen denken allemaal dat ze heel erg gespierd moeten zijn. Is ook wel best belangrijk, maar veel belangrijker is de lengte van een man. Onafhankelijk van welke cultuur, welke plek in de wereld, vinden vrouwen het eigenlijk het fijnst als de man net iets langer is dan zij. Hoeft die man niet per se heel lang te zijn als die vrouw kort is, maar ze vinden het fijn als die man toch iets langer is. En dat heeft ook gewoon puur evolutionaire reden. Net als die spierballen, want we willen gewoon een man waarvan we het idee hebben, nou die kan ons beschermen. En die is op zijn minst sterker dan wij. Dat is toch niks als je sterker bent dan je eigen man.
Dit zijn dus in het kort eigenlijk de wetten van aantrekkingskracht. Dus we weten nu, nou, wat vinden we aantrekkelijk? Maar hoe belangrijk is uiterlijk nou helemaal? Nou, allereerst, hoe belangrijk is uiterlijk in de liefde? Die vraag is al heel lang gesteld. En dat is begonnen in een speeddate-experiment in 1966. Ik had nog niet een hippe naam als speeddate, maar het idee was hetzelfde. 752 eerstejaarsstudenten, die allemaal geen relatie hadden, ontmoetten elkaar. Heel kort, één op één, één naar de ander. De onderzoekers wilden weten, wanneer vindt een student een andere student nou aantrekkelijk? En ze hadden daar allemaal ideeën over. Ze dachten, nou, ze hebben heel veel persoonlijkheidstesten bij die studenten afgenomen, ze hebben een achtergrond getest, ze hebben studieprestaties, interesses gekeken en ze dachten, als de studenten dus een match hebben in interesses, of min of meer dezelfde achtergrond hebben, of qua persoonlijkheid een goede match hebben, dan gaan ze elkaar leuk vinden. Ook hadden ze een foto van die studenten genomen, gewoon om te kijken van wie hoort bij wie. Ze hebben heel veel experimenten gedaan, ze hebben heel veel getest. Uiteindelijk bleek voor hun heel teleurstellend, uiterlijk was de enige voorspeller. De enige. Al die andere factoren maakt er allemaal niet uit als je elkaar heel kort ontmoet. Dat is uiterlijk het enige wat ertoe doet. Hoe triest het ook is. Dus uiterlijk is in de liefde heel erg belangrijk. En misschien een van de redenen hiervoor is, als je iemand heel kort ontmoet, zoals in zo'n speeddate sessie, dan is uiterlijk ongeveer de enige informatiebron die je hebt. Je kan elkaar niet echt leren kennen. En we hebben allemaal, of je het nou wil of niet, een vooroordeel over mooie mensen. We hebben allemaal het idee, als je iemand ontmoet die knap is, dat die ook wel andere goede kwaliteiten zou hebben. Dat die ook wel slim zou zijn, of leuk, of gewoon sociaal, of gewoon grappig. Dit wordt het halo-effect genoemd. Wat mooi is, is goed principe. En dat is misschien een van de redenen dat aantrekkelijke mensen in het algemeen ook meer dates hebben. En als ze een date hebben, hebben ze ook leukere gesprekken. Dus in de liefde hebben ze een grote voorsprong, maar ook buiten die liefde. Het blijkt namelijk zo te zijn, want ook aantrekkelijke politici, ik weet niet hoe u gestemd heeft gisteren, maar blijkbaar komt er ook erg in de smaak. Want aantrekkelijke politici krijgen meer stemmen. En aantrekkelijke sollicitanten krijgen meer salaris. Als je aantrekkelijk bent, krijg je gemiddeld 5% meer salaris dan een gemiddeld persoon. En zelfs 14% meer komt iemand die als onaantrekkelijk wordt beschouwd. Dus het maakt nogal wat uit, we hebben hier lange strookje. En tot slot hebben aantrekkelijke criminelen ook veel betere kans om te slagen. Dus als je toch van plan bent om die criminaliteit in te gaan, overweeg even, ben ik knap genoeg om bijvoorbeeld de bak in te gaan, want aantrekkelijke criminelen krijgen lagere straffen en nog minder hoge boetes. Dus in het algemeen heb je gewoon heel veel succes in je leven als je mooi bent. Dan kan je je afvragen, heeft mooi zijn nou alleen maar voordelen, kan toch niet? Er zitten ook wel wat nadelen aan mooi zijn. Er zijn namelijk wel wat vooroordelen, dat mooie mensen ook heel ijdel zullen zijn, of dom, of nou, wat er nog meer. Oh ja, dat ze met iedereen in bed gaan duiken, dat schijnt ook een vooroordeel te zijn. Maar dat is meer wat mensen bewust zeggen, wat ze zeggen over mooie mensen. Maar in hun hart hebben ze toch een soort van voorkeur voor die mooie mensen. En een ander nadeel is dat we meer liegen tegen mooie mensen. We vertellen mooie mensen heel graag wat we denken dat ze willen horen. En dat verklaart ook bijvoorbeeld het succes van zo'n programma als The Voice of Holland, waar de auditanten niet gezien worden als ze hun auditie doen. En dat voelt voor ons allemaal veel eerlijker. Want we weten toch, als iemand die heel erg knap is, een auditie doet en die mag door naar de volgende ronde, dan denk je, ja, hallo, je bent gewoon mooi. Dus we weten ook allemaal wel een soort van dat mooie mensen een voorsprong hebben. En daarom voelt het meer fair als dat voordeel wordt uitgesloten, zoals we zo mogen. Dus er zijn wel wat, het zijn echt de enige nadelen die ik kan verzinnen. En daarbij is misschien wel de beste test dat mooie mensen in het algemeen gelukkiger zijn. Volgens mij is dat alles wat je moet weten. Dus mooi zijn heeft uiteindelijk gewoon veel voordelen. Het is daarom ook niet zo heel erg gek dat wij toch veel bezig zijn om onze aantrekkelijkheid te vergroten. Nou, op welke manier doen we dat nou? Op welke manier vergroten we aantrekkelijkheid? Als je een vrouw bent, dan wilden we vooral de vrouwelijkheid benadrukken. Nou, ik zei weer even de kenmerken van een mooi gezicht, van een vrouwelijk gezicht. Hoe vergroten we dat? Nou, door make-up te dragen. Dus inderdaad die rode lippen, waardoor je lippen ook voller lijken. Je smeert hier wat op en je smeert daar wat op. Nou, uiteindelijk krijg je het voor elkaar om dus nou, meer aan deze eisen te voldoen. Dus je vergroot, je hebt zeg maar ja, die supernormale prikkel gebruik je. Je vergroot je aantrekkelijkheid. En ja, vaak werkt het ook wel.
wordt een opgemaakt gezicht ook als aantrekkelijker gevonden. Nou, wat is een andere manier om je vrouwelijkheid te benadrukken? Dat is in je lichaam, dus om die middel tot heupverhouding wat meer aan te zetten. Dus zo gaan vrouwen afslanken bijvoorbeeld, om zo het middel slanker te maken. Of ze dragen lingerie, waardoor ze toch een meer vrouwelijke vorm krijgen. Of ze dragen hele hoge hakken, waardoor je langere benen krijgt. Dan van nature wat mooier loopje hebt. Dus op die manier zijn we bezig met het vergroten van onze aantrekkingskracht. Een opvallende, en vooral in deze lezing, waarin het ging over rode lippen, en ik hier op een rood kleed sta, een mooie schoen aan heb trouwens. De kleur rood is heel erg belangrijk in de liefde, in de aantrekkingskracht, vooral voor vrouwen. Het blijkt namelijk zo te zijn dat, stel, dezelfde vrouw stelt zich voor aan een man. En de ene geeft ze een rood jurkje aan, de andere geeft ze een groen of een blauw of een zwart jurkje aan. Dan wordt ze altijd aantrekkelijker gevonden in het rood. De reden hiervoor is niet helemaal duidelijk. Misschien is het die associatie met rood en liefde die we hebben, of rood en seks, dat waardoor een vrouw aantrekkelijker wordt gevonden. Maar dus als je een date hebt, kan je echt het beste iets roods aantrekken. Het werkt gewoon het beste. Dat werkt trouwens alleen voor vrouwen, dus mannen kan het proberen, maar niet per se voor. Nou, op deze manier zijn we bezig met het vergroten van onze aantrekkingskracht en gebruiken dus die supernormale prikkel. Maar als je het echt hebt over de echte supernormale prikkel, dus dat je eigenlijk bijna niet meer lijkt op het echte, dus zeg maar die stok in vergelijking met die echte moedermeel, dan moet je natuurlijk toch wel wat verder gaan. En heel vaak zul je merken dat op het moment dat jij vrouwelijkheid probeert te benadrukken op een hele extreme manier, dat het bijna kunstmatig wordt, dat dat bijna nooit echt goed lukt. Een hele onschuldige manier is dat tegenwoordig vrouwen of meisjes op social media sites, die hebben vaak een profielfoto en daarop kijken ze op een manier dat ze denken dat ze hun vrouwelijkheid heel erg benadrukken, maar uiteindelijk dan, als je naar kijkt op dit moment, er wordt duckface genoemd en het komt omdat ze er een beetje uitzien als eendjes, weet je, ze hebben zo'n... Maar wat ze dus proberen eigenlijk is gewoon meer op Angelina Jolie te lijken door hun lippen te vergroten, hun ogen groot op te zetten en hun hoofd zo naar beneden te draaien. Maar ja, ik denk dat ik het niet uit te leggen dat dit gewoon niet werkt. Dus dit is een supernormale prikkel, zeg maar, die is mislukt. En zo gebeurt dat toch wel vaker. Een ander voorbeeld, een veel serieuzer voorbeeld, is dat als je... het is helemaal niet erg om op de lijn te letten, om af te snakken. Maar natuurlijk zijn er hele extreme voorbeelden van vrouwen die zichzelf echt uithongeren om te voldoen aan een bepaald schoonheidsideaal. En dat voldoen ze op een gegeven moment helemaal niet meer aan. Maar ergens gaat het mis. Dus ze zijn die supernormale prikkel aan het vergroten en vergroten en vergroten. Maar uiteindelijk dan is het gewoon ongezond en ook helemaal niet meer aantrekkelijk. Nou, een laatste voorbeeld is plastische chirurgie. Kan ook helemaal misgaan. Het uithangbord van de plastische chirurgie in Nederland. Ze is wel heel vrouwelijk. Op zich voldoet haar gezicht aan al die eisen. Maar toch, het trappen er niet meer in. Het is te kunstmatig. Dat vind ik niet mooi. Hier is een voorbeeld van een meisje. Heidi Pratt heet ze. En zij is bekend in Amerika van een soort van, ja, wat is het eigenlijk, reality-achtige soap. En dit was haar in 2006. Gewoon een normale, gezonde Amerikaanse meid. Ze was heel erg ontevreden over de uiterlijk. En zij is eigenlijk verslaafd geraakt aan plastische chirurgie. Hier zie je haar in 2010. Een soort van opgepompte Barbie. En ze zegt zelf ook dat ze voortdurend pijn heeft. Ze kan niet rennen, ze kan niemand knuffelen. Ze heeft een hele lichaam pijn. Nou ja, het is natuurlijk niet meer de bedoeling. En het is niet eens meer mooi, weet je. Het is zo net. Het is gewoon een lopende Barbie. Dus op de een of andere manier kan het soms ook gewoon helemaal misgaan. En als het zo extreem wordt, ja, lukt het niet meer zo goed, lijkt het. Dus de vraag is eigenlijk, de belangrijkste vraag van vanavond, werkt die supernormale prikkel ook bij mensen? Dus dit vinden we, dit is de echte versie, maar zouden wij ook nog eens een stok, wat helemaal niet meer lijkt op de werkelijkheid? Zouden wij daar ook de voorkeur aan geven? Nou, bij dit experiment is het natuurlijk, van Tinbergen ging het over meeuwen, kuikentjes, dus jonkies. Misschien is het leuk om bij mensen ook even te kijken naar de jonkies. Even weer terug naar het experiment waar ik mee begon, hè? Die baby's die zaten op schoot en die keken naar een computerscherm. En zoals ik al zei, stel ze zagen deze twee gezichten, dan zullen ze meer kijken naar het aantrekkelijke gezicht. Maar interessant genoeg, de onderzoekers probeerden ook de aantrekkelijkheid van die vrouw te vergroten. Door haar bijvoorbeeld heel mooi vol haar te geven of make-up op te doen. Werkte niet, die baby's werden niet afgeleid door haar of make-up.
Ze keken alleen maar naar de kernkwaliteiten van het gezicht. Als dat aantrekkelijk was, dan gingen ze er naar kijken. Niet meer of minder als die aantrekkingskracht werd vergroot. Dus het lijkt erop dat onze baby's in ieder geval niet intrappen. En hoe zit het dan bij ons als volwassenen als je groter bent? Trap je er dan wel in? Vind je het dan wel aantrekkelijk? Werkt die supernormale prikkel dan wel? Nou, ik denk dat op zekere hoogte, ja. Hier zie je wat voorbeelden van celebrities die supernormale prikkel hebben toegepast. Plastische chirurgie, make-up, wat ze ook hebben gebruikt. En dan denk ik dat we er allemaal over eens zijn dat deze versie van Kim Kardashian mooier is dan deze. Of deze versie van Demi Moore is mooier dan deze. Dus tot op zekere hoogte zou ik zeggen, ja, het werkt. Tuurlijk, als je aantrekkingskracht vergroot, word je ook aantrekkelijker gevonden. En dan ben je dus mooi en heb je meer voordelen in je leven. Maar goed. In het extreme werkt het dus niet meer. Die stok, dat trappen wij dus niet in als mensen. En ik denk, ik heb er zelf over nagedacht, waarom lukt dit? Waarom zijn we er allemaal zo unaniem over eens dat dit mislukt is? Dat dit niet meer mooi is? Misschien heeft dat iets te maken met die gemiddeldheid. Die hele belangrijke wet van gemiddeldheid. Wij vallen op mensen die toch een soort van standaard zijn, hoe saai het ook klinkt. En als iemand zo extreem, zo afwijkt van wat wij gewend zijn, van wat gemiddeld is, dan vinden wij het dus niet meer aantrekkelijk. Interessant is natuurlijk, hoe kan het dan, als we het er allemaal over eens zijn dat dit niet meer aantrekkelijk is, dat iemand er zo uit komt te zien? Ik bedoel, waarom zou je dat doen? Als je bijvoorbeeld kijkt naar Michael Jackson, die op het eind van zijn leven echt niet meer uitzag. En het begon als gewoon een mooie jongen, die iets aan zijn uiterlijk had gedaan. Je kan je misschien, dat sommige mensen zeggen, nou dit vond ik echt mooier dan dit. Kan. Maar goed, uiteindelijk zijn we het er allemaal over eens dat zijn laatste versie absoluut niet geslaagd was en gewoon eng. Maar het lijkt erop dat op het moment dat mensen bezig zijn met die supernormale prikkel, het uitvergroten, zo sterk uitvergroten van hun aantrekkelijkheid, dat ze op een gegeven moment gewoon de grens niet meer zien. Zij voelen zelf niet aan wat is nog mooi en wat is niet meer mooi. Dat verklaart misschien ook wel hoe het dat mensen die bijvoorbeeld lijden aan anorexia nervosa, die zien zichzelf nog steeds als een mollig meisje in de spiegel. Ze zien niet meer echt hoe ze eruit zien. Ze zien niet meer hoe extreem dun ze zijn geworden. En daar zit er aan een kern van het probleem. Dus het lijkt erop dat het heel moeilijk is om de grens te bepalen van wat is nog, wat werkt nog wel en wat werkt nog niet, en wat is nog gezond en wat is niet meer gezond, als je in het proces zit van het uitvergroten van die prikkel. Nou, een laatste vraag die ik vandaag kreeg was, we hebben het nu alleen maar gehad over de eerste fase van aantrekkingskracht. Dus gewoon wanneer vinden we iemand mooi. Het is natuurlijk heel erg belangrijk in de liefde, hè, of je iemand mooi vindt. Maar de vraag die je kan stellen is, die supernormale prikkel of die hele grote schoonheid. Helpt dat nou ook nog bij het behouden van je relatie? Helpt dat ook nog op lange termijn? Of is het echt alleen maar op korte termijn dat je een voordeel had? Nou, dit is ook wel weer mooi te illustreren aan een voorbeeld. Dit is een Amerikaanse bekendheid, Paris Hilton. En zij heeft aan een lopende band vriendjes. Dit altijd een vriendje, nooit langer dan 3 maanden geloof ik. Ik geloof dat ze ook een stuk of 7 keer verloofd is geweest, nooit heeft gered op het altaar. Zij is heel succesvol in het krijgen van relaties. Maar op de een of andere manier loopt het daarna vast. En de reden hiervoor is waarschijnlijk dat op het moment dat je heel erg aantrekkelijk bent, dat je dan je zo bewust bent van hoeveel kansen je hebt op de liefdesmarkt, dat het tegen je gaat werken. Dat je voortdurend het groenere gras ziet bij de buren. En dat zou een goede reden kunnen zijn dat bij het behouden van je relatie, die schoonheid helemaal niet werkt. En het onderzoek blijkt ook dat vooral bij mannen die heel erg aantrekkelijk zijn, zijn in de regel minder tevreden over een relatie, minder tevreden met hun huwelijk. Die huwelijken mislukken ook vaker. Het geldt voor mannen, maar bij vrouwen is het tot op heden niet bewezen, maar waarschijnlijk werkt het min of meer hetzelfde. Dus die schoonheid kan uiteindelijk tegen je gaan werken, omdat je zelf zo goed weet wat je partnerwaarde is. Dus hoe goed je in de markt ligt. En dat kan een soort van onrust veroorzaken, waardoor je uiteindelijk een soort van gedoemd bent om altijd heel succesvol en populair te zijn, maar nooit echt geliefd te